Dankjewel gemeente dat we hier mogen zijn. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Zo'n gemeente of zo'n organisatie komt eraan met een aanvraag en dan? Nou, dan is het voor een organisatie en daar moet ook wel wat best spannende stapjes moeten maken. Want wat je ziet is bij evenementen in het algemeen, maar ook bij deze sportevenementen, dat we als gemeente wel wat hogere eisen stellen. En dat heeft met name met veiligheid te maken. En dat is voor organisaties vaak wel ingewikkeld. En dan is het zoeken naar een soort balans tussen veiligheid, kosten, effort. En dat is, nou, dat is een gemeenschappelijke zoektocht. Een gemeenschappelijke zoektocht. En u memoreert het al en terecht. De veiligheid is daarbij een van de belangrijkste zaken. Nu hebben we de 10e ronde van Hartje Baren. Hopen we natuurlijk in de toekomst vaker terug te zijn. Ik neem aan dat dat geen probleem hoeft te zijn. Nou ja, het is al 10 jaar geen probleem, dus wat mij betreft hoeft het geen probleem te zijn. En, nou, ik weet dat de organisatie er ook aan het nadenken is, moet je dat verder vorm gaan geven. Dus ik ben heel benieuwd en als het aan mij ligt, wil ik daar graag van mijn werk aan geven. Kijk, dat is mooi. Dan zijn we altijd welkom in de gemeente Baren. Dus mooie wedstrijd vandaag. Mooie pelotons heb ik gezien. Dus een 49-tal dames nu aan het vertrek. Straks een mooi veld bij de nieuwelingen. En natuurlijk bij de amateurs. En dan krijgen we straks de prominente race nog. U gaat zo meteen het startschot lossen, meneer Roel. Heeft u nog een aantal bemoedigende woorden voor de dames die hier aan het vertrek staan? Nou ja, laat ik jullie in ieder geval heel veel succes wensen. Nou, jullie hebben het parcours gekend. Het is een iets ander parcours dan vorig jaar. Gelukkig is het droog. Recht misschien een beetje vochtig nog eens kijken uit, zou ik zeggen. Want ik vind het altijd met zo'n ongelofelijke snelheid gaan dat ik er bijna bang van word. Ik ben net op mijn tourfiets hier naartoe gekomen en ik zag jullie langs racen. Dus rij wel hard, maar wel voorzichtig. Succes. Kijk, rij wel hard, maar voorzichtig. Ja, we gaan nog even wachten, dames, want we zijn nog niet vertrokken. We vragen de voorrijauto zich in beweging te gaan zetten en de voorrijauto mag dus op gaan rijden. Wij zijn er allemaal klaar voor en dan gaat de burgemeester Noël het startschot lossen van de 10e wielerronde Hartje Baren. Kijk, daar zijn ze vertrokken, dames en heren. Dat mooie, prachtige peloton met al die nieuwelingen en junior vrouwen. We gaan dus 32 rondes rijden over 40 kilometer. Charlotte Kool, Anne de Ruiter en Nicole Stijginga. Ah, dan wordt een mooie finale hier met die drie vooruit. Daar de voorposten van het peloton. Ook voor hen gaan we bellen voor de laatste ronde. Peloton dus hier bellen voor de laatste ronde. Laatste ronde voor het peloton. Twee die het gaan proberen. Hier met 32 is het Michel Bredewold en Rosanne Koop van der Maal. Tot het startschot, heren. Wens ik u een behouden vaart. Daar zijn ze vertrokken, de mannen van de nieuwelingen. We gaan hier dus 32 rondes rijden, dus 40 kilometer. Terwijl we hier de nieuwelingen gaan krijgen voor de eerste passage, pakt hier het eerste puntje voor de uiterstrijs en zo lijkt ze. Die dan dat hele pak passeren, het is een lange pak. Het betekent dus dat er hard gekoerd wordt, de rij wordt hier weer gesloten. Weet ik gezien, hebben we nog over de dichtbij. En hier ook de passage ook van Sam Petrusma. Hier dan de groepje wat weggereden is uit dat tweede pelotonnetje. Met daar onder andere bij zien we. Volgens mij Wieger Geubel, gemeen ik gezien, hebben hier dan het peloton onder aanvoering van Veron Hoopman. Laat de leiding
gaan we hier krijgen dus premies op de been. Met Victor Broeks en Gelijntse die daarom gaan sprinten. Het is Broeks voor Gelijntse en voor Stijn Ruiter. Lars Mulder, graag even melden bij collega André op de jurywagen. Daar gaan we hem krijgen, dames en heren. De lichte flits op uit de bocht. De Peugeot van Nefkens Coat komt eraan. Dat betekent dat we gaan krijgen de koplopers hier in de wedstrijd. Vier in totaal, ze gaan erop sprinten om de zegen. Ai, 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 ai. Volgens mij gaat het hier Stijn Ruiter worden. Ja, Stijn Ruiter is hier voor Heine Bredeveld en Ruben van der Peil. Ah, dan gaan we weer die pelotonsprint krijgen. Met Vink daar in voorste gelederen, Broeks erbij. Ai, 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 ai. Broeks voor Vink, als ik me niet vergis. We zagen daar onder doorschuiven Roy Duivenstein. Ah, mooie wedstrijd gezien hier in Baren. De tiende wielerronde, Hartje Baren bij de nieuwelingen. Dus wat een fantastische wedstrijd hier, de prooi voor Stijn Ruiter. Nummers 31 tot en met 40. 31 tot en met 40. Succes! We gaan 22 rondes nog te doen. Dan gaan we daar in de verte de eerste achtervolgers krijgen. Heren maken daar ruimte voor. Hier dus de achtervolgers onder aanvoering van Plateringen. Daar onder andere ook bij met de 33 Max Haaksman. Laatste ronde voor het peloton. Nog één rondje te gaan voor het peloton. Dus laatste ronde, jongens. Laatste ronde voor het peloton. Allerlaatste ronde voor het peloton. Deze prachtige zondag, deze wielerzondag in Hartje Baren. Ai, 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 ze zijn er nog met drieën. Ah, dan gaan we de sprint krijgen, dames en heren. Met drie zijn ze vooruit. En dan is het, ai, 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 ai. Gaan we hier kijken naar Roderick Echtering. Is het voor Ewout van der Kleij. En dan ook voor de derde man, Robert Warmer. Ah, en hier gaat hij nog komen, dames en heren. Geef hem een daverend applaus. Uw eigen Jasper Verkuil. Prachtige wedstrijd hier in zijn eigen paarden. Ai, 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 ai. Ja, kramp in de bovenbenen, dames en heren. Kan allemaal gebeuren hier in Hartje Baren. 34! Ja, het ziet er wel mooi uit. Anders kan ik niet zeggen. Goedemiddag. Kijk, wat een prachtig plaatje. Gaan we dan gedrukt bij Sint van start, dames en heren. De voorrijwagen mag zich in beweging gaan zetten, want we gaan eraan beginnen. Hoi, ja, 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 wat een klap. En het is Mario van der Voorte als een komeet uit de startblokken. We zien hier ook goed weg. De nummer 11 natuurlijk, Frank Degening. De man die heel zijn hebben en houden langs de kant heeft gelegd. Cool boksen en van alles had hij bij hem. Ai, 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 ai. Frits Sluiter, dames en heren. Frits Sluiter en dan daar op de hielen gevolgd door Ron Koot. Peloton onder aanvoering dan van Daniel Vernuin. Hier gaat hij komen, dames en heren. De man aan de leiding geven we een applaus, Winfred Hansens. Met nog 5 minuten plus 2 rondes. Zal dus ongeveer 10 minuten nog zijn. Winfred Hansens. Vanuit het peloton, we zien Frits Sluiter in het oranje. En wie zit daar dan voor? Ai, 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 nummer 25, Rob Koot, dames en heren. Ah, dat is de coach zeker van die mooie Peugeot vooraan. Rob, groet naar mij.
in bellen voor de laatste ronde. En zou het dan nog steeds Winfred Hansen zijn die op kop zijn. Hier wat achterblijven toch in het achterhoede gevecht samen met Jan Kuijer is het first Diemel. Ja, dan gaan we eens de weg afpeuren of we die Peugeot zien aankomen. Die Peugeot van Nefkens en Koot, daar gaat die komen. En hier dan Winfred Hansens laatste ronde. Ja, moet ik maar, dames en heren, hier gaat het komen. Oeh, hier een achtervolger, dames en heren. Hadden we het al gezegd, tuurlijk vorige ronde al. Geert Kouters in achtervolging. Hoi hoi, hier de kop overgenomen dan bij Frank. Het is hier natuurlijk Geert van der Hoef en samen met Frank Dekering hier het peloton rijdend op de derde plaats in de koers. Voor aangevoerd door Daniel Verduin. Hier zien we de Peugeot aankomen. De Peugeot, dames en heren, van Nefkens. Ja, 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 we gaan eens kijken. Het is Hansens nog steeds alleen aan de leiding. Hansens. En hier de laatste ronde voor die andere mannen. Hier gaat hij komen, dames en heren. Winfred Hansens. Hij wint hier de bokaal. De Maarten Vispel bokaal. Tweede plaats gaat hij hier komen. Geert Kouters, dames en heren. Ja, dan gaan we de weg afspuren uit het peloton. Want daar gaat gesprint worden, dames en heren, om de derde plaats in de wedstrijd. Sprint van ver af aangetrokken. We zien daar die mannen aankomen. Derde plaats in de wedstrijd. In een lange sprint. Ai, 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 ai. Ja, we zien hier Rob Vroom. Ja, wat een mooie koers hier dan, dames en heren. Zien ze hier allemaal over de streep komen.